eigenlijk kwam heel snel bij mij het idee op. In principe zou Abke dat moeten spelen. Niet vanwege het feit dat Abke in de vorige bewerkingen die ik gemaakt heb en stukken die ik geschreven heb voor Guy zo formidabel was. Bloed en Rozen, Atropa, Mephisto speelde zij ook een heel belangrijke kleine rol in. Dus zij is ook meegegroeid daarin. Dat helpt wel, maar uiteindelijk is het vanuit de interpretatie dat ik het voorstelde aan Guy en Guy was het onmiddellijk mee eens. Je moet iemand hebben die de technische bagage heeft, de maturiteit, levensmaturiteit, en die er toch nog jong uitziet. En dat mislukt heel vaak. Abke heeft het bijkomende voordeel. Okay? Ze is jonger, ze lijkt jonger dan ze is. Bijkomende voordeel is dat ze echt androgyn is. Dat een vrouw een mannenrol speelt, is bij ons al lang geen opmerkelijk iets meer. En het is zeker geen opmerkelijk iets voor een toneelstuk van Shakespeare. En alle vrouwenrollen werden gespeeld door jongens of door jonge mannen. In die zin is het ook heel Shakespeareaans, mochten mensen er nog problemen mee hebben. Want de kern van de interpretatie zit in de androgynie van Abke. Wat ze echt toch... We hebben heel veel mooie jonge actrices, maar niemand is zo androgyn als Abke. Dat is een zijnstoestand die als metafoor van ambiguïteit van... En ambiguïteit, dat klinkt eigenlijk al te negatief. Van jongvolwassenheid en van onbeslistheid in bijna alles. Handelen, niet handelen. Mannelijk, vrouwelijk. Macht of verbeelding. Heel de interpretatie eigenlijk zit in dat spiegelpaleis. Waarbij telkens twee spiegels tegenover elkaar staan. En daar staat iemand tussenin. Die als persoonlijkheid naar de ene of de andere kant nog ongevormd is. Eigenlijk is zelfs dat niet goed. Die de beide tegelijkertijd is. Die wil handelen en niet handelt. Die houdt van schijn, van toneel, zielsveel, en tegelijkertijd alle encenering van de maatschappij, van de officiële maatschappij, verafschuwt. Die net zoals een punker de uniformering van de burgerlijkheid verafschuwt, maar om dat uit te drukken, heel theatrale middelen gebruikt. Piekhaar, zwaar aangezette zwarte lippen en ogen, geen oorbellen, maar veiligheidsspelden, enzovoort, enzovoort. Dus een zeer theatrale afkeer van theater. Tegelijkertijd dus verliefd op theater. Een heel felle Sturm und Drang zin om te handelen en tegelijkertijd zoveel dubben dat je niet handelt. Een groot verlangen naar zuiverheid en tegelijkertijd weten al voldoende oud zijn, in tegenstelling tot Romeo en Juliet bijvoorbeeld, om te weten dat dat niet lukt. Dat dat een verlangen is, maar geen mogelijkheid. Dat je toch compromissen zult moeten sluiten.